Hey, hier een kijkgat. Hier voor de kleintjes een kijkgat. Maar we hebben hier nog helemaal niet zo uppie alleen. Deze zitten. Ja, zoals jullie zien, leggen er twee eitjes in het water. En die moeten even koken natuurlijk. Tot we gaan lekker een eitje brood doen. Daar heb ik helemaal gewoon zin in. Een hele goede namiddag, lieve vrienden. Want ja, dat is het alweer. Ik was het weer helemaal, ik was helemaal bezig en alles. Dus I am so sorry. Maar dat maakt allemaal niet uit. Wens jullie natuurlijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Het is vandaag maandag, de 13e van de 2e 2023. En we leven alweer reeds, daarom zei ik al namiddag, 15:36. Ik moet zo meteen even weg op dat Rodding weer. Om eventjes wat op de post te doen. En nu moet ik nog eventjes wat anders doen in de stad. Ik weet, ik wil even wat voor mezelf halen. Ja, maar ik weet nog niet wat. Nee, dus even op de sneup. Dus dat gaan we eventjes ook doen. En ik laat eerst even de meisjes weer even uit. Ook dat moet weer even gebeuren. Dus ja, ik heb nog eventjes heel wat te doen, terwijl het eigenlijk al zo laat is, maar het moet wel even gebeuren. Ja. En ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook een beetje met ons mee. Oh, een heel klein beetje. Ja, wel doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je ding en tot later. Nou, als jullie daar goed zien, zien jullie een bouwplaat. En het is hier al, in de spoorstraat, laat ik het even maar bij de naam noemen. Eigenlijk behoort dit een winkelstraat te zijn, maar dat stuk is dus afgesloten. Want daar komen weer huizen. Er stonden daar wel ook ooit eens winkels en een snackcounter, weet ik veel wat. Maar in ieder geval, hier hebben we de Scapino ook, dus ja. Ik zal weer even uitzoomen. En dan rijden we er eens even naartoe. Want ze gaan wel hard. Er werd gezegd dat het 3 jaar hier al afgesloten zou zijn op de feestdagen. Maar ze gaan wel pikkelhard. Kijk. Ja, dus met de collecte, dan hebben we weer wat huizen erbij. Dus daar zijn we helemaal blij mee. Daar zijn we dus helemaal blij mee, qua collecte lopen. Hier een kijkgat. Hier voor de kleintjes een kijkgat. Maar we hebben hier nog helemaal niet zo uppie alleen. Deze zitten. Die is momenteel gesloten, maar normaal, hij was altijd wel open. Maar zo te zien, ik weet niet wat erop staat. We gaan even inzoomen. Even koekeloeren of ik dat kan lezen. Nou, dat zie ik zo niet. Misschien op de computer wel. Maar in ieder geval, ja, dat dus. Hij is dicht. Vorige week, het brandt wel licht achterin. Dus ja, dat dus. Ja. Is die nou gesloten, die? Of is die open? Omdat er een omdat er een of ander biljet erop hangt. Nee, ik ben aan het vloggen vanwege die huizen die er nou komen. Okay. Ben ik ook aan het vloggen. Ja. Nou, wel thuis. Nou, en hier heb je Sinks. Kun je ook lekker zitten te eten. Maar het loopt allemaal achteruit vanwege die schotten nou, hè. Ja. Dus.
Maar ja, in ieder geval, we gaan weer naar huis en ik doe eerst mijn handschoenen weer aan, dus ik ruim jullie weer even op. Ja, zoals jullie zien, leggen er twee eitjes in het water. En die moeten even koken natuurlijk. Tot we gaan lekker een eitje brood doen. Daar heb ik helemaal gewoon zin in. Ja, moet een keertje kunnen. Een ei is gezond. Dus ja, waarom ook niet, hè? En dus, en dat gaan we lekker zo meteen opeten. En ik ga even water op mijn koffie doen. En zo meteen een sapje inschenken. Dus ja, allemaal lekker. Koffie even naar de kamer brengen. Ik heb Karen aan de telefoon gehad. Ik ben dus even weg geweest. Dat weten jullie. Maar ik heb gewoon er ook niet aan gedacht om te filmen. Even een onderzettetje pakken. En hoe heet het? Ik heb wel wat gekocht. Uiteraard vaccinelichtjes, want die had ik niet meer. Nou, voor mezelf voor morgen. Voor Valentijn. Een geurtje met nog een geurtje. En voor mijn meisjes nog iets extra's. En voor mijn kereltje ook even iets lekkerders dan dat hij normaal krijgt. Want dit is natuurlijk veel duurder. Dus dat laat ik maar op tafel leggen, anders vergeet ik dat weer. Ja, want morgen is het Valentijn en dan moet je erom denken. Je moet wel de beestjes ook verwennen, niet alleen het jezelf. Want ja, ik doe het nou wel bij mezelf ook even. Waarom? Omdat mijn mannetje er niet meer is. Anders had mijn mannetje het gedaan. Ja, want zo was die wel hoor. Ja, echt wel. En ja, dat gaat het niet meer worden, dus doe ik het zelf. Want een ander doet het verder niet. Nee, en ik heb dus 3 kaarten op de post gedaan. Ja, daarvoor moest ik even naar Brunnen. En en ik hoop dat die de kaarten morgen binnen zal krijgen. En kijken of ik er ook een antwoord op krijg. Op wat voor manier dan ook. Maar dat merken we dan wel weer. Dus ja, ik ga zo meteen lekker eten. Ik moet zo meteen even mijn kopje erbij houden. Want ik moet mijn horloge erbij houden. Want ik moet de tijd hebben. Ik heb geen klokje, zo'n kookwekker, die heb ik niet. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie avond en tot later. Oh ja, wel, wacht even. Ik heb wel gefilmd onderweg. Die huizen. Ja, dat is ook zo. Nou ja, het schiet me zo te binnen. Ik denk, ja, ik heb het wel gedaan. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze. En tot later. Ja, lieve vrienden, de keuken is ook weer lekker schoon. De vaat is alweer gedaan, want ik heb die net alweer uitgedaan. Ja. Dus dat is ook weer schoon en daar ben ik helemaal blij mee. Die kent trouwens nou uit. Gaan we naar de kamer toe. En nou is het even donker. Zo. Maakt allemaal niet uit. Nee. Ik ben ook aan het renderen. Want dat moet gedaan worden. Dus ja, dat dus. En ik kom gelijk even bij jullie. Om jullie alsnog, degene die nog wakker zijn, een fijne verdere avond te wensen totdat ze aan bed toe komen. En voor degene die naar bed toe gaan, wens ik allemaal welterusten. Uiteraard slaap lekker. En ik zeg gewoon namens, waar is Elwing, die ligt in de mand. Namens Elwing en Rijke en Kandal die boven is. En mezelf natuurlijk, uiteraard. Graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen tot dan en geniet van jullie nachtrust.